is de koe van Kampen, de koe van Jits Bakker. De legende wil van vroeger dat deze koe is gebruikt om het gras van de toren af te halen. Dus hij werd opgehezen naar deze toren om het gras eraf te eten. Heel mooi gebouw trouwens, maar dat heeft die koe dus niet overleefd. Dat heeft net een mevrouw me verteld. Jits Bakker, mijn vader, maakte deze koe heel lang geleden. En dat weet ik nog als kind. En waarom begin ik met deze koe? Ja, een koe, dat is toch een beeld in de Nederlandse cultuur. Ik ben daarmee opgegroeid. Want een koe stond overal in de wei. Dus dat wist je. En mijn vader heeft als geen ander dat weten neer te leggen. Dat vond hij ook zo fantastisch. Echt, helemaal echt. Dit is echt gewoon een koe. Zoals we hem kennen uit het Nederlandse beeld. Prachtig. Echt prachtig. Dus ik wilde hier even gaan kijken om het verhaal te zien wat ik als kind heb meegemaakt. Omdat hij nu dus is overleden. Ik ben heel erg onder de indruk. Prachtige koe. Ja. Ongelooflijk dat ze zo'n beest hebben opgehezen. Maar je ziet ook hoe perfect hij dat kon en hoe mooi. Het is gewoon ja, net een schilderij. Hij gebruikte ook vaak dat kapmes om dit soort dingen uit te beelden. En hij wou het niet glad hebben, want eigenlijk de natuur is grillig en niet glad. En hij was echt een meester in om dat naar voren te brengen. Ja, geweldig gedaan, pap. Ik ga nog even een ver afshotje maken en een stukje teruglopen. Kunnen mensen daar echt van genieten. Kijk. Nou zie je het hele beeld. Het staat hier ook echt schitterend op dit pleintje. Kijk, heel mooi. Echt prachtig. De koe van Kampen. Nou, dat was weer een heel avontuur. De volgende keer gaan we weer verder met een ander beeld van Jits. Maar dit hebben we dan tenminste gezien. Tot de volgende keer!